Ik ben een beetje zenuwachtig. Hoezo? Ik ga vandaag iemand kering vragen. Weet je? Ja. Ik wil maar iets vragen. Of jij vandaag kering met mij wil. Hey man! Ik val ja? Thomas. Ik ga hierin varen. En super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En ik kan je heel verrassend, heel onverwachts, surprise, vertellen dat dit niet zomaar een video is, maar een hele speciale video. Ja, en dus zal je vast denken, waarom is dit nou een speciale video? Laatst had ik in één keer een moment dat ik dacht bij mezelf, ik heb al 4 jaar een relatie met een andere YouTuber, namelijk mijn lieve vriendje Rutger Vink. En ik ben super gelukkig met Rutger. Maar opeens was er zo een schakeling hierboven in mijn hersenen van, zal er ook een andere YouTuber bij mij passen? En dat bracht mij op het briljant idee om vandaag een andere YouTuber, jullie zagen het al in een thumbnail en titel, verkering te gaan vragen. En ik ga vandaag dus naar niemand minder dan Gio Latoy. Wat ik dus vandaag wil gaan doen is dus naar Gio gaan. Dat is natuurlijk stap 1. En vervolgens wil ik dus gaan kijken of hij sowieso ja zal zeggen als ik hem voor 24 uur verkering ga vragen. En vervolgens wil ik dus gaan kijken of hij het 24 uur met mij uit gaat houden. We gaan vandaag echt, ik kan je vertellen, ik heb zulke leuke dingen geregeld waar hij nog helemaal niks vanaf weet. Hij weet überhaupt niet dat ik hem vandaag verkering vragen. Heel klein dingetje is dat. Doe eventjes een duimpje omhoog als jij er heel erg veel zin in hebt. En ga hier beneden natuurlijk eventjes abonneren als je op de hoogte blijft van elke nieuwe video. Elke dinsdag om 7 uur in de avond. En als je natuurlijk op de hoogte blijft van deze missie. Want stel het lukt niet met Gio, dan moet ik deze missie voort gaan zetten om te kijken of er een andere YouTuber bij mij past. En dat is misschien gelijk de leuke vraag voor deze week. Als het niet lukt met Gio, met welke YouTuber moet ik dan de volgende keer op date gaan? Laat het hier beneden eventjes weten in de reacties. En wie weet ga ik wel met die persoon de volgende keer op date. Laten we nu eerst gaan kijken of Gio verkering met me wil. Stap 1. Rutger is nog thuis. Ik moet nu gaan vertellen dat ik dus vertrek naar een date. Ik ben even heel benieuwd hoe hij gaat reageren. Rut? Ja? Oh, heel schattig. Hij ligt ook nog op bed. Hoi. Hoi. Ik ben een beetje zenuwachtig. Hoezo? Nou, ik ga vandaag iemand verkering vragen. We hebben het toch al? Ja, ik heb al met jou verkering, maar ik ga vandaag Gio Latoy verkering vragen. Heb ik nieuws gewist? Ik stik hem ook gelijk in. Ik wil dus gaan testen. Kijk, ik ben met jou samen en dat blijft ook zo, dus maak je geen zorgen. Mm-hmm. Maar ik wil gaan testen. Kijk, wij zijn natuurlijk altijd wel YouTuber of ook een andere YouTuber in YouTube Nederland bij mij past. Ik denk dat er geen andere zijn. Maar ik dacht dus, ik ga vandaag bij Gio op bezoek en ik ga hem dus vragen of hij 24 uur mijn verkering wil. Dus ik slaap alleen vanavond. Ja, die kans is heel groot. Maar bij deze wil ik even je toestemming vragen voor 24 uur. Het is echt als test, het is een experiment. We gaan niet zoenen en zo, we gaan niet te clever. Weet je niet? Wat zoent hij me ineens? Stel je voor. Nee, er gaat niks gebeuren. Oké, okay, maar je mag het van mij testen. Het is een experiment, hè? Want ik denk dat je erachter komt dat je toch het liefst bij mij bent. Dat denk ik ook, maar ik wil het gewoon toch testen voor de zekerheid. Is het een ja? Het mag. Oké, gelukkig. Ga, dank je. Ga en zoek je geluk. Daar gaan we. Dan blijf ik hier depressief op bed zitten. Zo zielig. Op naar Gio. Ik ben echt zenuwachtig. Ik meen het serieus. Omdat ik zo meteen dus iemand verkering moet gaan vragen. En dat is voor mij dus al 4 jaar geleden. En ik zit nu echt te bedenken. Hoe vraag je iemand verkering? Moet ik straks zeggen, Gio. Wil je verkering met me? Als ik zo kijk, weet je wel. Dan zeg je sowieso nee. Of Gio. Mag ik je wat vragen? Ik wil verkering met je. Wil jij dat ook? Bij Rutger zei ik. Lieverd, wil je mijn vriend? Mag ik je mijn vriendje noemen? Dat was wel lief. Oh, nog een keer. Wil nog een keer gebruiken? Ik denk dat ik gewoon... Nee, ik ga het gewoon heel lief doen. Met een cadeautje. Dat heb ik nog niet verteld. Ik heb een cadeautje voor hem. Heel leuk. Ga ik straks allemaal verder vertellen. Het is echt top. En ik heb vandaag van alles al geregeld. Want als je natuurlijk Gio wil overtuigen van een goede relatie, moet je ook van goede huizen komen. Dus ik heb heel deze dag al georganiseerd. Ik heb echt een briljant uitje verzonnen. We gaan hele leuke romantische dingen doen. Ik weet zeker dat hij na een paar uur al helemaal om is. En dat hij zegt, nou, jou ga ik het 24 uur lang volhouden. Dus dat moet goed komen. Oh, hij zegt tot zo met een hartjespoppetje. Oh, geweldig. Hallo. Hoi Gio. Ik dacht dat je me ging laten schrikken. Nee, het viel nog mee. Wat ik wel een pluspunt vind aan Gio is dat hij zo verzorgend is voor zijn huis. Kijk, hij gaat zijn alles recht hangen en zo. Kijk, nu is het ongeveer... Ja, ik vind die links nog wel een beetje wat hoger hangen dan de rest. Dit matcht. Nu komt dus het moment. Gio. Ja. Ik denk, ik kom gezellig langs, weet je wel. We gaan een challenge opnemen en zo. Maar het gaan we ook doen. Alleen ik ben een beetje zenuwachtig. Oké, want? Nou, ik wil je eigenlijk iets vragen. Je wil maar iets vragen. Ik wil vragen of jij vandaag 24 uur verkering met mij wil. 24 uur verkering met jou wil. Ik wil heel graag gewoon kijken of ik zeg maar ook match met een andere YouTuber dan Rutger. Dat wil ik eigenlijk gaan uitproberen. Dus dit is niet je vraag.
Ja, dit is... Ik heb het helemaal in de auto. Had je niet romantischer kunnen bedenken? Nou, ik heb wel... Ja, nou, over romantisch gesproken. Kijk, als je ja zegt, dan heb ik ook nog een cadeautje voor je. Oké, en als ik nee zeg, dan... Ja, dan moet ik gaan. Dan blijft het cadeautje voorbij. Nee. Kijk, ik weet dat je eigenlijk gewoon op vrouwen valt, maar denk, misschien wil je het 24 uur toch proberen. Ja, ik durf het wel, ik durf het wel aan te gaan. Nu heb ik echt zo'n groep achtervoer. Ik heb iemand verkeering gevraagd. Ik heb een vriend. Die weet niet waar je ja tegen hebt gezegd. Oké, nou, dat wil ik al eerst. Ja. Omdat je ja zegt, romantisch. Kom gelijk dichterbij zitten. Oh, romantisch. Wat, ik wil gelijk eigenlijk een stempel drukken op onze relatie. Jij pak het maar gewoon uit. Okay. Iets wat ik gewoon belangrijk vind in een relatie is dat je wel goed bij elkaar matcht. Ja. Oh god. Oh god, wat is dit? Is dit een roze trainingspak of zo? Moet ik dit aan gaan trekken? Ja. Loop je de hele dag in? Ja. Ik heb zelf precies dezelfde outfit voor vandaag. Ja. Dus we zijn aan BB koppel goals vandaag. Ja. Ik heb nu al spijt dat ik ja. Moet ik me nu gaan omkleden? Ja, maar dan voelen we ons wel één, snap je? Dan... Ja, ik voel me helemaal één. Ik zeg dat hij zijn zwembroek onderaan moet doen. Ja, wacht even. Er is één ding die ik nog bij wil zeggen. Als je toch gaat omkleden, doe vast een zwembroek onderaan. Wat? Zwembroek? Dit moest dus een hele mooie catwalk gaan worden, maar het is mislukt. Ik vind het echt geweldig. Ja, ik niet, maar oké. Hoe voelt het in het pak? Nou, het zit wel lekker, dat wel. Ik ben matchen ook, hè? Ja. Jongens, laat even weten in de reacties wat je ervan vindt. Heb je zwembroek onderaan? Ja. Nou, we toch helemaal gematcht zijn, dat is stap 1, vind ik, als je een relatie met mij hebt. Wil ik ook. Een mooie Insta-proof foto's gaan maken. Okay. En dat kan alleen maar als we perfecte couple goals foto's hebben. Oké. Okay. Vind je het leuk als we samen wat mooie couple goals foto's gaan maken? Ja, zeker. Ja. Let's go. Echt? Yay. Weet je wat mooie plekjes hier in de buurt. Dit is een perfecte locatie, denk ik. Want ik heb een paar foto's gevonden. Ik dacht, we beginnen met deze foto. What the fuck is dit? Vind je hem leuk, Ivo? Wil jij zitten? Ja, dan ben ik minder herkenbaar. Dan word ik minder. Oké, jij mag zitten. Ja. Ik denk dat we dan vanaf hier moeten nemen. Jij moet hier zitten. Heel fijn dit. Ah, wat een doel. Zo. Ik moet wel echt heel ver bukken. Ja, zo kut voor je. Oké, we gaan vanaf welke kant geen foto maken? Vanaf die kant, Ivo? Moet je kind vastpakken. Dit voelt heel raar om te doen. Oh, wat een goal. Hallo. Zie je mijn neus? Is het schoon? Dio durft niet meer over straat. Iedereen ons nogal aankijkt hier. Hij is heel goed gelukt. Even heel eerlijk, heb je ooit zo'n foto met iemand gehad? Nee. Dus dat is toch een eertje dat je met mij hebt? Ik vind het wel echt fijn, ja. Het is tijd voor foto nummer 2. Wil je de foto zien? Ja. Ah, oké. Okay. Hij durft nooit meer met mij een video op te nemen, denk ik. Nee. Maar jij bent dan hem. Ja, fijn. We hebben besloten dat Io en ik bij die boom gaan staan. Het ziet echt vet uit eigenlijk. Moet ik zo'n foto. Zo, dit is wel echt gelauw. Dit is ja. Oké, wij gaan dus bij die boom staan en Ivan gaat dus vanaf hier de foto maken. Ja. Ik hoor trouwens net tussendoor dat mijn schoonmoeder zo op bezoek komt. Ja, waarschijnlijk. Hoe ga je dit uitleggen? Denken, maar dit is gelijk. Zielig nu. Is het zielig? Nee toch? Zielig. We hebben nog één foto te gaan. Oké, ik wacht even 5 minuten zodat alle mensen die net voorbij lopen ook naar weg pauze zijn. Is het. De laatste foto valt weg mee, maar hier wil ik een kleine aanpassing op aanbrengen. Dit is de foto en dit is vanuit de achterkant. En ik wil graag dat die vanuit de voorkant wordt genomen. Oh, dit valt wel mee. De ergste heb je nu gehad. Dit is gewoon even de final touch. Zeg maar hoe we moeten staan. Ja, je moet een hartje maken. Zo. Oh, mooi. Wie nailed it? Mag ik naar huis? Ja, naar huis om even gauw wat te eten. Misschien kun jij iets leuks doen voor je koken. En je moet wel andersom ook laten zien dat je het zeg maar... Ik blijf 24 uur. We hebben pas 2 uur gehad. Oh, ik moet het goede vriendje blijven. Ja, dat wel. Of je onze maag goed gevuld hebben. Ik weet niet wie je vriend is. Bemoei hem niet ermee, zoals wordt Rutger het. We moeten wel even een goede bodem hebben voor de date die we straks dus nog verder gaan voortzetten. Ja, dan gaan we gewoon wat eten. Mama, ben ik altijd? Dat vond ik nooit zo binnen. Dit is dus mijn schoonmoeder. Dat weet ze nog niet. Hoe ga je dit vertellen? Ik heb wel een idee. Ja, echt? Ja. Wat? Hey, mijn mensen wel. Het gaat poetsen. We doen gewoon alsof er niks aan de hand is. Ik voel me heel bang. Hé, man. Ja? Ik wil je even wat vertellen. Kijk, heb je een kast? Het is een kast. Ja? Ja, leuke kast. Ik kom uit de kast. Ik val Thomas. Oh nee. Nee, oh, ik ben je schoonzoon nu. Echt? Ja. Ja. Ik ben welkom. Hele leuke schoonmama. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Oh.
Vandaar dus hebben we matching pakken. We daten vandaag heel de dag. Ja. Oh, jullie gaan zo over straat ook? Ja, we gaan zo over straat. Oké, ik heb dus over een uur iets heel leuks voor Gio geregeld. Alleen hij weet het zelf nog niet wat we gaan doen. Nee. Staat dat? Ja, dat wist ik dus ook niet. Dus dat gaan we dus zo meteen doen. Oh. Nou, Gio is wel goed voor ons. Ik heb kaas. Dus nu lunch voor mij, Louise en Ivo aan het maken. Met een goede vriendje vandaag. Ja, maak er maar iets lekkers van. Dat ga ik wel doen. Wow. Dit is echt heel leuk, toen jij aan het koken bent. Lieverd, is het eten al klaar? Ja, haast of zo? Ja, want onze date is over... Ja, wat is dit? Over 3 kwartier is onze date al. Ik sta eten voor je te maken. Ja, nee, ik heb eigenlijk wel honger. Ivo ook, denk ik. Dus... Oké, okay, schat, ik zal opschieten voor je. Ik ben helemaal nat nu. Het is alweer een hint voor de date. Niet eens bedankt je me, hè? Dankjewel, hij is heel lekker. Wat zeg je dan? Dankjewel? Dankjewel, lieverd. Gio. Hij is wel groter dan die van Rut. Ja. Ja. Ik heb het dan over de auto natuurlijk. Hey, grapje, Rut. Je hebt ook een hele mooie auto, maar als het om de grootte gaat... Dan zeg ik verder niks. Ja, ik zou het wel weten. We zijn bijna bij de activiteit gearriveerd. Je mag meekomen. Ik ga het eerst even jullie laten zien. Oh, blijf jij maar even staan. Wij gaan hierin varen. Dio weet nog van niks en ik ga hem dus nu verrassen. Mag kijken. Wij gaan varen met een hot tuck. Door Rotterdam. Ah, dat is nog best wel leuk hoor. Ik heb er heel veel zin in, maar we gaan dus zelf met dat ding wat is dit varen. Dit is een varende jacuzzi. Ah, maar dat is gewoon leuk. Even voelen of het wel warm is. Ja, de hitte komt er van af. Het is echt super. Ja? Ik heb er zin in, dus laten we ons om gaan kleden. Gio, we gaan wel een stijl. Shampoo. Ik heb een shampoo meegenomen voor in het bad hoor jongens. Het is helemaal goed. Ik heb er zin in man. Nou, cheers. Nou, laat ik zeggen, zullen we gaan vertrekken? Weet jij hoe je zo'n ding vooruit kunt varen? Ik heb geen idee. Dat gaan we nog even uitzoeken. Hey, fight! Hi. Doei! Doei! Ik voel heel raar in de badkamer. Publiek, publiek. Ik denk dat jij deze 24 uur uit gaat houden met mij. Je twijfelt. Dit is alles leuk wat ik geregeld heb. Ja. Het maakt de date heel awkward. Hé, hey, lief schat, ik zat te dromen. Stel je voor dat we hier zouden wonen met z'n tweeën. Je woont er al. Jij maakt foto's van ons. Jongens hebben allemaal publiek, kijk. We zijn veilig aangemeerd. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Dat we nou snel gaan omkleden, want het is best wel fantastisch. Kijk eens wat romantisch. Zo eindigen we dit uitje hier in Rotterdam. Dankjewel. Dit was zeg maar wat ik voor je geregeld had vandaag. De rest... Dus het enige? Ja. Oh, wat erg. Dit was het enige, maar wel iets heel leuks. En wil jij dit ook een keer doen? Kijk hier beneden even in de beschrijving. Er staat een linkje als je ook een keer in deze hot tuck wil varen. Zo, je sloeg mij bijna in mijn gezicht. Ik leg gelijk even mijn stem op het huis hier. Want als ik hier natuurlijk al die tijd nu ben, moet het er wel uitzien zodat ik me op mijn gemak voel. Dus ik heb besloten dat de tafel zeg maar hierheen moet. En dat daar een dressoir komt voor de boxen. Dus we zijn nu alles gelijk... Tot nu ook? Ja. Het is allemaal... Ja, jij kunt wonen. Ja, ja. Dus ja. Langer dan 24 uur blijft, dan ben ik zeg maar goedgekeurd. Ja. En dan... Opa en oma helpen, ouders, ja, het komt allemaal goed. Zal ik iets doen? Doei! Nou, ik vond het wel vrij intens om op onze eerste date gelijk heel mijn schoonfamilie te ontmoeten. Ja, ik doe dat altijd met iedereen, dus ja. Doe je dat heel erg? Nee, maar ik heb er wel heel erg trek van gekregen. Ik val echt enorm, dus ik hoop dat jij een romantisch plekje weet te bedenken waar we kunnen gaan eten. Ik weet wel iets. Je bent ook helemaal niet enthousiast meer. Maar ga je het steeds minder leuk vinden. Als we nou normale kleding aan hadden, dan was het niet zo erg geweest. Lieverd, waar hou je van? Mag ik zelf mee eten? Wil je zelf? Oké, ik weet het al. Wat raad je aan? Dit stuk ossa's. Kan je wat sneller zijn? Ik wil weg hier. We beginnen met een voorgerecht, dan het hoofdgerecht, een nagerecht en dan doen we nog een borreltje na. Yeah.
Mario! Hij is gewoon weggelopen en ik ging achter hem aan, maar ik kon hem niet meer vinden. Was het echt zo stom? Hij was je type niet. Is toch raar? Ik heb een jacuzzi geregeld. Die vaart. Ik heb foto's met hem gemaakt. Die waren ook helemaal niet heel... Ja, die waren wel romantisch. Is toch raar? Is dit dan zo'n hint teken dat hij het gewoon niet leuk meer vindt? Gio! Ja, daar is hij! Hij laat me niet meer erin, denk ik. Maar we moeten de 24 uur nog volhouden. Ik wil je niet meer hier. Hij wil me niet meer. Meen je dit? Weg. Vond je het wel gezellig? Nee. Oké, jongens. Ik denk dat dit een hint is dat... Betekent dit dat je het niet leuk vond? Nou, ik vind het wel leuk, maar ik wil gewoon geen relatie met je. Nee, je wil het echt niet. Nee. Maar vond je het dan wel gezellig? Ja. Ik ben gewoon toch niet je type, zeg maar. Fijn dat je het zelf zegt. Kan ik nu naar binnen? Ik vond het wel leuk met je. Bedankt voor vandaag. Hey, schat. Hey. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Blijkbaar is dit dus niet gelukt. Rutger past nog steeds het beste bij mij. Wist ik ook eigenlijk wel. Ja, Gio die gaat denk ik toch voor een vrouw. Daar doe ik niks mis mee. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe vooral een duimpje omhoog. En denk je, Thomas, misschien past deze YouTuber of deze YouTuber beter bij jou? Laat het dan even weten in de reacties. Want misschien ga ik gewoon verder met deze zoektocht. En vind ik alsnog een andere YouTuber die ook naast Rutger geschikt zou zijn voor een relatie met mij. Ik zie jullie volgende week dinsdag om 7 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas. Hou, doei. We'll